loopt het hier? Ja, het gaat eigenlijk heel goed. Sinds vanochtend loopt het eigenlijk heel gestaag door. Het loopt goed. Zijn er nog calamiteiten geweest? Nee, geen calamiteiten. Wat wel speciaal is, is dat wij hier nu in het stadhuis hebben wij een speciale mal voor blinde mensen. Er is ook al iemand voor geweest en die heeft het echt gewaardeerd dat dat er was. Dus dat is wel heel mooi. Dus dat echt met een soort braille dat daar gewoon gestemd kan worden. Hebt u een keuze kunnen maken met stemmen? Jazeker. Ja, ik heb uiteindelijk een keuze kunnen maken, ja. Is dat een makkelijke of moeilijke keuze geweest? Dit jaar was wel heel moeilijk. Er waren zoveel partijen en ze waren allemaal nieuwe gezichten. Ik kan niet bijhouden wie waar kwam. Ik had hetzelfde. Ik had voor het eerst moeten twijfelen over wie ik moest stemmen. Meestal is wel een concrete keuze wie ik stem, maar deze keer had ik ook van. Maar ik had het makkelijk eigenlijk, want ik heb ook een volmachtstem voor mijn vriendin. Dus ik mocht twee stemmen uitbrengen. Dus heb ik één stem uitgebracht met mijn verstand. Dus een strategische stem. En de andere stem is zeg maar een stem met mijn hart. Wij zijn nu ongeveer zo'n 400 personen hebben hun stem uitgebracht. Dus het gaat eigenlijk voorspoedig. Hebben jullie al veel mensen gezien? We hebben tot nu toe 117 kiezers gehad. Een aantal kiezers die een volmachtstem hebben uitgebracht. En een aantal kiezers die een kiezerspas hebben. Dus tot nu toe gaat het nu wel voorspoedig. En wat verwacht je nog van de rest van de dag? De rest van de dag verwachten we dat het iets drukker gaat worden. Want natuurlijk om 5 uur zijn de meeste mensen vrij. En dan zal het tot 7 uur denk ik ongeveer best wel druk zijn. En dan tot 9 uur is het gewoon de rit uitzitten. En gaat u zelf nog stemmen? Ik ga zelf zeker ook nog stemmen. Heb ik nog niet gedaan omdat ik er nog niet helemaal over uit ben. Maar dat komt wel goed, denk ik. Hoe loopt het vandaag? Het loopt goed. In het begin was het eventjes wat rustiger aan. Dat is een speciale wijk dit, met wat oudere mensen. Die komen nog niet zo vroeg. Die zijn om 7:30 nog niet wakker om te gaan stemmen. Maar in de loop van de ochtend komt het dan op. Verwacht je nog veel stemmen? Ik verwacht veel stemmen. De Tweede Kamer is altijd de drukste wat opkomst betreft. Ook in deze wijk. En er is zoveel publiciteit aangegeven aan deze verkiezingen dat ik wel een hoge opkomst verwacht. 75% in deze wijk is goed. Dan wordt het 80% misschien in landelijk. Dus goede opkomst. Vond je het spannend om een keuze te maken? Ja, zeker. Ja, wel de televisie ook gekeken en zo. Wat is dan, waar ga je op stemmen en hoe zit het allemaal in elkaar? Thuis ook wel een goed gesprek over gehad. Ja, uiteindelijk wel een goede keuze kunnen maken, hoop ik. Ja. En wist je toen je hier binnenliep al wel waar je op ging stemmen? Ja, zeker. Ja, 100%. Ik sta ook 100% achter mijn keuze, dus U moet nog stemmen? Ik moet nog stemmen. Ik ga zo meteen heen. Mijn vrouw kom je zo heen en dan stemmen we samen even onze stem uitbrengen, ja. Oké, en weet u het al? Uiteraard. Ik ben een persoon die altijd gaat stemmen en ook redelijk goed weet zeg maar, op wie ik stem. Ik heb een vast patroon en daar hou ik me gewoon aan. De verkiezingen zijn er en hier op het stembureau loopt het al even. Hoe gaat het? Het gaat goed. We zijn vanochtend om 7:30 begonnen. En om 7:30 was ook meteen de eerste stemmer al hier in het stembureau. En het loopt, het loopt gewoon continu door. Ik heb net even geteld. 321 mensen die hier gestemd hebben. En hoe vindt u tot nu toe? Denkt u dat het nog drukker wordt? Ik schat in dat het rond 4:00, 4:30, dat mensen na hun werk hier ook nog even weer langskomen. Dan zal het weer druk worden. Dat is wel de ervaring over het algemeen. Hoe heb je de verkiezingen ervaren? Best wel, ja. Er komt veel op je af natuurlijk. Ik heb wel de meeste debatten wel gezien op televisie en samen het over gehad met vrienden, familie. Want iedereen gaat stemmen, dus iedereen is er wel druk mee, merk ik. En toen je hier binnenliep, wist je al wel op wie je ging stemmen? Ja, ik heb net voordat ik hierheen ging nog een keer een stemwijze gedaan om te kijken of mijn mening veranderd was in de afgelopen 2-3 weken. En eigenlijk kwam er elke keer wel hetzelfde uit, dus het is wel hetzelfde gebleven. Je was geen zwevende kiezer? Nee, in dit geval niet, nee.